We wilden nog even naar aanleiding van het commentaar van de vorige vlog nog even kort iets zeggen. Welkom bij een nieuwe vlog. Maar Noor wil hem open. Maar nee, Sandertje gaat hem een keer openen. Nee. Want het gaat altijd over Noor. Ja, nooit over Sander. Altijd over jou. Nooit over mij, altijd over jou. Ik ben het helemaal zat. Oh. Wij zijn op Schiphol. En we gaan naar Marrakesh met... Deze. Leuk, er kijken allemaal meisjes voor mij. Dan zien ze jou weer. Die oude man. Die oude man. Oké, thumbs up if you love me. Wij gaan naar Marrakesh. Super veel zin in. Ik ga de Queen de hele dag plezieren, toch? Dat is wat mijn baan is. Bed liggen de hele dag. Ik ga ook op bed liggen. En eten en alcohol drinken. En naar extra massages in de spa boeken. Extra massages. Een beetje grommen tussendoor. Ja, een beetje grommen. Nee, we zijn zonder kinderen. Dat is wel een beetje irritant. Vind je? Ja. Alhoewel, ik moet zeggen, een kind van 3. Jezus, begin er niet aan, jongens. Hey guys, we zijn net geland in Marrakesh. We kregen zoveel vragen bij de douane. Oh, chippies. Ik heb al zin in chippies al. Best wel honger. En we gaan nu, volgens mij gaan we nu naar ons hotel. Jacqueline van Dior die komt ook. We zijn dus met Dior voor het filmfestival in Marrakesh. We gaan vanavond naar de première van de film. En wil je lopen doen en zo. Volgens mij is het weer vanavond. Ik ben echt een beetje de tel kwijt. Maar ja, we gaan dus denk naar het hotel. Het hotel waar we slapen heet El Sadi. Ik ben er nooit geweest. Maar ik ga het jullie allemaal laten zien. Het is ook maar 3 uurtjes vliegen, hè? Ja, het valt het is terug ietsjes korter dus. Ja, want dan heb je wind mee. Ja. Dus het is nu bijna 4. En dan terug is het 3 uur en 10 minuten. Zo geloof ik, zo'n keer. Dus ja, wat betekent dat filmpje? Met je ogen dicht. Ik vind het wel lekker om zo vroeg te vliegen. Om 6 uur ochtend, want dan heb je eigenlijk niet heel erg... Dan heb je... En gewoon niet gaat de tijd dan sneller. Anyway, we zijn in Marrakesh. En we zijn in een... prachtig hotel, de Es Sadi. Ja, heerlijk. Kijk aan al die mooie Arabische vormen die je overal terugvindt. Ja, we hebben er zin in. Wij zijn aangekomen in het hotel en het is echt een grote kamer. Ik zal jullie even doorgeven. Er is trouwens iets raars aan mijn gezicht. Ik weet niet wat het is. Maar goed. Zo kom je binnen. En dit is de slaapkamer. Super cute. De raampjes hier zo. En tv. En dan heb je hier de trap naar boven. Ook mooi met dat licht zo hier. En dan hebben we hier de kast. Ik ben even mijn koffer aan het uitpakken. Ik heb net deze mooie jurk. Die heb ik geleend van Dior opgehangen. En deze voor de komende dagen. En hier is onze badkamer. Nee, niet zoveel geks. Ja, het is een beetje wel traditioneel. Het is wel heel mooi. Het is door een familie ook. Family owned hotel nog steeds. En ik heb deze trui aan van Nelly. En een trainingsbroek van, weet ik niet, een witte trainingsbroek. En hier is onze woonkamer. En daar zit Sander. Zo. En hier zijn wat dingetjes van Dior. Die zijn aangekomen. Ik ga er straks even naar kijken. Voor de komende dagen. En nou, we hebben hier een tv. Hier gaan we zo denk ik even eten. We hebben best wel honger. En dit is het terras. Buiten. Het is best wel lekker weer. Dus dat hebben we nu. Dat is het. Leuk hè? Echt een grote kamer wel hè? Dit is een nieuw huis. Ja. Vind je het mooi? Ja, dus. Ja. Behalve het oranje, het bruin, de deuren en de televisie en de tegels. Die vind je niet mooi? Nee, die vind ik niet, maar de rest vind ik wel. Dus je vindt niks mooi? Nee, ik vind het fabulous. Ik vind het echt fabulous. Ik geloof het.
Het is ook wel mooi, het ruikt ook lekker hier. Het ruikt heerlijk. En ik vind het heerlijk, want je bent hier buiten met een tuintje en dan hoor je helemaal vogeltjes. Ja, dat is wel zin, hè? Ik ben meteen klaar om te gaan slapen. Meteen klaar. Oké, let's chill. Wij hebben even lekker ontbijt besteld. We hebben pannenkoekjes, avocado, broodjes. Ziet er echt heel lekker uit, moet ik zeggen. Vind je niet? Ja. Super lekker. Ik heb me even omgekleed. Deze jurk aan. Wat zijn de kosten? En deze sieraden. Oké, super. En hey, dankjewel. Ik check even mijn. We gaan nu naar de Dior Suite om mijn haar make-up te doen. Dat heb ik wel nodig. Ik ben nu aangekomen bij de Dior Suite. En ik heb mijn make-up product. En we gaan mijzelf klaarmaken voor de red carpet. Dus ik ben benieuwd. En hij gaat vandaag mijn make-up doen. What look are we going to do? Yeah. I think so. Something soft for the skin. Yeah. Really luminous. Really glowing. Yeah, I like glowing. Perfect lips. And perfect eyes. But do you have a beautiful eyes? Yeah. She don't need a lot of makeup. Only a little dash. Kijk hoe mooi dit hotel is. We gaan hier even een fotootje maken. Het is zo mooi. Wauw. En ik ben klaar met de glam. Dit is mijn red carpet make-up door Dior gedaan. Dit is wel echt mooi hier, Noor. Waar zijn we eigenlijk? Ja, ik kan je net laten zien in de voordeur. Hij lijkt niet zo blauw op de camera. Ik heb me aangekleed voor de rode loper. Prachtig. Ik vind het een beetje te bloot misschien, maar... Nee, ik niet. Dat is heel mooi. Nee, inderdaad. Vind jij dat niet te bloot? Hij is wel een mooie jurk naar de Jord, toch? Oh, dat is ook mooi, hoor. Prachtig. Vind je niet voor mijn Marrakesh past? Deze jurk? Ja. De jurk, de kleken. Nou, het is echt mooi. Ik ga hier staan, dat vond ik mooier. Niet zo laag. Ik wil mijn hoofd net als je de perfect. Iets hoger. Hoger. Hoger, ja. Zo. Horen jullie dat allemaal, mensen van de vlog? Kan je iets verder terug naar het midden? You guys have a duo, right? Yeah. Yeah, so we're doing a video recap and this looks insane, so pretty cool to get here. So shoot first and then we'll... Yeah, sure. Thanks. So go for it. Perfect. Perfect, yes. All right. And then, okay, now this... Good morning. Het is zondag. En we zijn wakker. En we gaan nu naar de Dior Suite. Een slesje water, ja. En dit is wat ik aan heb. Deze bralet van Dior, top van Missguided en de broek van Missguided en deze Dior tas. So let's go. En gisteravond zijn we bij een restaurantje uit eten gegaan. Dat heet Dar Jacout. Dat was zo cool. Ze kwamen echt met zulke grote schalen couscous binnenbrengen. En er was live muziek en het was helemaal in de kleine straatjes van de stad. Ging je door een deur. En dan ging je naar achter en dan kwam je bij een zwembad en daar was het. Dus het was echt wel een heel cool soort van traditioneel restaurant. Waar ik in ieder geval nog nooit geweest was. Dus mocht je in Marrakesh zijn, is dat wel echt een aanrader. En nu gaan we dus naar de Dior Suite in het La Mamounia Hotel. En daar word ik opgemaakt. En dan gaan we nog even wat foto's maken. Dan hebben we een lunch met iedereen van Dior die hier is voor het filmfestival. Oh ja, we hebben gisteren natuurlijk de Rode Loper gedaan dus. En naar een première van de film geweest voor het Marrakesh Filmfestival. Dior is daar dus de hoofdsponsor van. Vandaar dat we daar ook zijn. En ja, gaan we straks lunchen met Dior. Dan gaan we naar de Dior Spa. Die is hier in ons hotel. En dan vanavond, heel laat, gaan we weer back to the kiddies in Amsterdam. Dus ja, dat is dat. En vandaag is de vlog van Dubai online gekomen. Ik krijg heel veel leuke reacties. Maar ook heel veel niet leuke reacties. Maar daar gaat Sander zoiets over vertellen. Ik ben in de Dior Suite en Norman just did my make-up. It's so beautiful. Thank you so much. It's super glowy. You did the best glow ever. Everybody, look how good it looks on camera. It's like super fresh. Kom maar aan, we zijn zo klaar. We en het looks good. I still got a shirt. Ik viel bijna. Yeah. Heb je? Maar dan ben ik klaar. Sander, alsjeblieft, ik wil je weg. En Jacques? Nee, niet meer. Ik hou ook van jou. Niet doen. En we zijn dus hier. Ik heb net make-up gedaan. Dit is de Dior Suite in La Mamounia. Ik weet niet of ik gisteren heb gevlogd of niet. Volgens mij niet. Wow, waar ben ik? Ja, ik ben echt super blij met mijn make-up.
Ik wou dat het elke dag zo komt. Ik ben helemaal kapot. Echt oprecht. Ik ben zo moe. Ben je ook moe? Nee. Misschien komt dat door die 5 liter wijn die ik gisteren uit de karaffen. En die dag daarvoor. Nou, en die bubbels. Naar binnen heb gevangen. Oh ja, bubbels. Maar we zijn er. Oh. We gaan naar de gekke straat van. Hi. We gaan de gekke straat op. Ja. Echt super veel zin in. Heerlijk. Dit materiaal. Alleen niet deze kleur, maar zo zacht dat je lekker er echt in gaat vallen. Fluffy. Ja. Okay. De lift, waar is die ook alweer? Weet je nog zacht? Hey, jongens, ik wil even een selfie nemen. Zo erg. Echt incredible. Sorry. Hey Noor, waar zijn we? We zijn in Elfenbeek. En als jullie ons al lang volgen, weet je dat ik hier een keer eerder in Marrakesh dat hier met z'n allen heb gegeten. Want jullie kennen jullie ook. Echt? Tof. Super cool. Dit is een Dior familie dingetje. En het ziet toch echt heel nice. Prachtig. Niet normaal. Zou je eens een beetje rondkijken. Het is hier altijd echt zo mooi. Unbelievable. Wauw. Hey, Marrakesh. Ja, we zijn natuurlijk vorig jaar geweest. Wanneer waren we ook weer vorig jaar? In oktober. Het is nu 1 december is het. En het is heerlijk. Het is heerlijk weer, 20 graden. Mensen zijn vriendelijk. Mensen zeggen altijd van ja, als je dan in die kasbah rondloopt, dan zijn mensen toch super pushy. En een soort van... opdringerig, maar ja, ik vind dat dus echt totaal niet. Maar goed, dus het hangt er misschien ook wel een beetje vanaf hoe je jezelf opstelt om daar mee omgeeft. Shukran, thank you. Maar wat een heerlijke plek om rond te struinen, echt super fantastisch. Ja, terecht vind ik dat. Oh my god. Oh ja, ik ga, we gaan nu naar de Dior spa en ik krijg een facial, dat ga ik wel even filmen. Oké. Okay. Dat is wel leuk. Ik ga een massage nemen. Oh echt? Kon het? 5 uur. En Jacques? Nee. Oh. Plek. Jammer. En ik ga jullie dan meenemen. We gaan eerst heel snel zwemmen nog, toch? Hoe laat zijn we? Nog een half uurtje. Ik ga een foto maken. Oké, guys. Ik ga jullie zo de spa laten zien. Dit is zo tof. Noor zit in het zwembad. En ik ga een foto maken. Dan moet je kijken hoe dat eruit ziet. Dus moet je kijken. Zo. Ik moet altijd even opletten dat ik mijn vingers niet op de camera heb. Oké, okay. Noor is hier dus onder. Hi! Fabulous. Ik ga hier een foto maken. Zijn we waar we gaan liggen? Ja, daar en dan op je rug. Oké, okay, nou ik ga even hier foto's maken zonder de vlog, want dan kan ik wat beter inzoomen. Maar hoe tof is dit? Ik loop weer terug. Ik ben helemaal duizelig na die facial van dat liggen. Ik loop weer terug naar de facial. Naar de kamer. Dan ga ik even nog laatste spulletjes pakken. En dan gaan we naar het vliegveld. En naar Amsterdam. Hey guys, good morning. Wij zijn weer terug in Amsterdam. Eindelijk. En ik heb me net... Het is ochtend. En ik heb me opgemaakt. En we gaan nu naar het Conservatorium Hotel. Want vandaag host ik een event voor Armani Beauty. Om een beetje onze samenwerking van dit jaar te vieren. En er komen allemaal andere superleuke influencers. So that's going to be fun. En dit is wat ik aan heb. Een leren soort van top. En dit. So let's go. Ik ben aangekomen in het Conservatorium Hotel voor het Armani Art Event. En het ziet er echt zo mooi uit. De hele penthouse is omgebouwd tot één grote Armani suite. Zoals jullie zien, hier kan straks iedereen een touch-up doen. En hier is de beauty kast met alle kleuren foundations. Dit ziet er echt fabulous uit. Fab, you did such a good job. Massimo, Michael. Echt Sander. Ja. En hier is de tafel waar we zo gaan bloedje. Echt beautiful. Heel tof. Dit is dus de... Hadden we al gezegd dat het de suite was in de Conservatorium Hotel. Het is hier... Deze kamer is zo groot. Echt niet normaal. Oh, en ik had trouwens laatst een comment van geen petje. Dus hey, hier ben ik. Dat is een soort naakt ei. Ik ga even Noor de camera geven. Nee. Zo.
We are really happy to welcome you here in my house. So I'm Massimo, I'm a national makeup artist in Germany for the whole Benelux. And we invite Michael, which is the national makeup artist for Germany. The woman you are, not the makeup you wear. So he creates a line with an inspiration, a unique inspiration, the silk fabric, which is transparent, lightweight, fluid, and give the body the opportunity to move without heaviness. Sorry, wij zijn bij onze masterclass. Oh, make-up is er al. Oh, dat dacht ik. Ik mag even een kleine uitleg. Oké, iedereen is weg en wij zijn nog op het event. Het was echt superleuk, hè? Ja, superleuk. Maar hoe vind je mijn make-up? Ja, mijn wolf Tiani is er nog. Alleen Benelux is er nog steeds. Tiani's make-up looks so pretty. Zo mooi. Dank bij Armani. Vond je het leuk? Ik vond het super, dankjewel. We waren natuurlijk te laat, hoor. Maar dat was er ook weer, je had echt een legit reden, toch? Ja, ja, er was een everzwijn over het spoor gelopen. Ja, shit. Oh, kijk daar, wacht, ik ga even onder. Maar dit is echt een leuke foto. Ja, hè? Liggen die overal? Nee, ik heb hem daar, want ik heb er al een foto van gemaakt, dus. Ik ben na het event even naar kantoor gegaan en het wordt zo vroeg donker. Het is echt niet normaal. Oké, ik ben thuis en ik sleep nu Olly's adventkalender achter me aan. Want Olly heeft een adventkalender van Frozen en My Mutti volgens mij. Superleuk. En die mag ze twee vakjes openmaken. En ik heb ook adventkalenders, maar die staan op kantoor. Dus die gaan we dan morgen doen. We gaan het vakje van de 3 openmaken en van de 2. Waar de 3 staat, die mag je openmaken. Kijk, ik denk dat je hem zo moet doen. Ik denk het ook. En dan zo kan je misschien trekken eraan. Lukt dat? Zit daarin. Olly heeft muesli in haar vakje gekregen. Dat is lekker aan het eten. Wat zat erin? Wat zat erin, Olly? Wat is dat? Dat weet ik niet. Oh, is het lekker? Ja. Mag je misschien ook een beetje? Ja. Zelfs een beetje. Goed. Dankjewel. Oké, we hebben gegeten. Olly ligt in bed. En ik was eventjes met Tamara, een vriend van mij, aan het facetimen. Maar volgens mij is haar batterij op, want ze hing net op. En ik ga even de teaser van Vlogmas op mijn YouTube kanaal zetten. Op mijn YouTube kanaal, op mijn Instagram zetten. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Zo gezellig. We hebben elke avond de open haard aan. En kijk, we hebben al een klein beetje Christmas decoration gedaan. En daar is mijn lieve poesjemelkje. Ik lig lekker in bed en ik snap niet waarom het licht zo rood is. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Kijk, jij bent ook zo rood. Dit is de laatste video voor Vlogmas begint. Ik heb het intro gepost. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Oh. Ik heb zo'n last van mijn neus, overigens. Echt mega pijn. Dat heb ik nu al de tweede keer. Heel erg pijn in mijn neus. Anyways, we wilden nog even naar aanleiding van het commentaar van de vorige vlog nog even kort iets zeggen. Over, wat de vorige vlog was van Dubai, daar waren we natuurlijk op een gesponsorde trip. Het was niet specifiek gesponsord voor YouTube, maar ik deed op Instagram een samenwerking met ze. Maar uiteraard vonden we het natuurlijk heel leuk, ze hebben ook gevlogd. Maar best wel veel mensen hadden commentaar, ook op Sander, naar wat hij vertelde in de vlog over Dubai. Ja, maar dat was wel een beetje mist... Een beetje lost in translation, want wat ik alleen maar wou zeggen is dat als je... Je moet even vertellen, misschien voor de mensen die het niet gezien hebben. Oh ja, ik had natuurlijk... Nou ja, ik had gezegd van, ik kom nu 20 jaar in Dubai, ongelooflijk wat ze hier gebouwd hebben. Dat geeft de mensen hoop. Weet je wel, dat als je ergens je schouder onder zet, dat je dan echt letterlijk bergen kan verzetten. Bereik, ja. En, maar daarbij heb ik direct de kanttekening gesteld van, ik begrijp dat het hier voor luxe en... Nou, misschien niet, ja, weet je wel... voor sommige mensen niet hele waardevolle assets voor life, maar het ging maar meer om het gegeven dat als je iets wil, dat het dan ook echt kan. En ook al, weet je wat mensen je... Want ik weet zeker dat mensen, toen die man daar in die Emiraten daarmee begon, dat iedereen toen zei, je bent gek, dat gaat je nooit lukken. Maar dat het dan toch, weet je, met een inzet en zo lukt, dat is het. Oh, ik kreeg bijna mijn nek. Oh, en, zo liggen, wacht. En ik bedoel dus ook dat kan je dus ook loslaten op
ja, weet je wel, plastic in de zee of het klimaat. Of als we het maar gewoon met z'n allen echt oprecht willen. En, ja. En dan kom je direct bij het volgende verhaal van ja, Dubai is gebouwd met questionable methodes. Dus bijvoorbeeld het gebruik van lage lonen werknemers en lage loonlanden werknemers. En daar ben ik het natuurlijk absoluut mee eens. Ik vind dat je daar kritisch naar moet kijken en kritisch moet zijn. En kritisch moet zijn op hoe anderen in de wereld dat doen. Alleen, ik vind niet dat je er te belerend over moet en mag zijn. Want iedereen moet niet vergeten dat wij 500 jaar geleden ook dingen hebben gedaan om een voorsprong te genieten die we nu hebben. In Nederland. In Nederland, ja. Niet in de laatste plaats onze wereldhandel, de manier hoe wij handel hebben gedreven, de manier waarop we onze overzeese gebieden hebben geëxploiteerd. Dat verdient allemaal echt niet een hele chique prijs. Maar dan hebben we wel uit die fundamenten hebben wij wel een prachtig land gebouwd. En wij zeggen ook niet dat Dubai perfect is. Dat is helemaal niet de incentive ervan. Want we zijn helemaal niet ignorant mensen of zo. Nee, maar ik vind dus dat je dat soort dingen, sorry dat je onderbrengt, maar ik vind dat je dat soort dingen dan in verhouding moet zien. Dan moet je denken, nou ja, wij hebben in momenten dat men zich daar obviously wat minder bewust van was, gebruik gemaakt van die voorsprong die we kenden. Doordat we boten konden bouwen, omdat we de wereld over konden en dat we de zeeën overheersten. Nou ja, goed, daar hebben ze heel veel geld uit olie kunnen onttrekken. Hebben ze die voorsprong gepakt? Ja, hebben zij ook misschien wel afwegingen gemaakt waar je kritisch over kan zijn. Ik vind niet dat wij in de positie zijn om alleen maar met het vingertje te wijzen. Ga er naartoe. Laat zien hoe wij leven. Laat zien hoe wij dat zouden kunnen doen. Wees niet ignorant, for sure. Wees bewust van het feit dat dat een gegeven is. En niet alleen daar, maar zo zijn er ja, weet je, wel 100 landen waar je wat er kritischer in Bali over kan zijn. Gebeurt, maar realiseer je ook dat je zelf in de positie zit om kritisch te zijn en te kunnen oordelen en überhaupt te kunnen reizen. Omdat je zelf ooit ook zo'n voorsprong hebt gekend. Of in ieder geval ja, toch ook op de een of andere manier misbruik hebt gemaakt van je positie. Waar anderen misschien ook wel vaak de dupe van zijn geworden. Dus love you all. And that's my little story. En op deze super serieuze noot gaan we ook de vlog even afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vanaf nu gaat de home life weer beginnen. Ik weet dat heel veel mensen dat echt super leuk vinden in de vlog. Als we al die cozy huiselijke dingen gaan doen. So get excited. En je bent echt zo excited. Het is gewoon beangstigend. Home life. Maar ik kan echt helemaal. Ja, nee, maar echt. I just love it. Nou, oké, laat maar. En ja. Fijn. Nee, ik ook. Vlak me. Top. Nice. Doei.